U bent terug bij de extra editie van Studio 495 over de geschiedenis van 25 jaar lokale omroep in Weert, Nederweert en omstreken. En we waren gebleven bij Bellers in de uitzending. En daar heb ik zelf ook enige ervaring mee. Ook toch wel hoogtepunten in de geschiedenis van de omroep in Weert zijn de jaarlijkse kermisquizzen waar fanatiek op gebeld werd. Maar niet altijd door mensen die de vragen wilden beantwoorden. Het rond, stamp met je voetjes op de grond. Oh sorry, ik ben al in beeld. U ziet hem, hè, dames en heren. Ik was helemaal in kabouterplopsfeer. U ziet hem. Dat is de prijs die u kunt winnen als u het antwoord weet op de volgende vraag. En die gaat weer over die Eurocoaster. Daar blijven we nog eventjes bij. Gaat over de Eurocoaster. Als u het antwoord weet op de volgende vraag. En die vraag is... Wat is dit jaar de... Oh nee, daar heb ik de oplossing al verhaald. Andere vraag. In welk land is de Air Max nog nooit te zien geweest? In welk land is de Air Max nog nooit te zien geweest? En als u het antwoord weet op die vraag... Dan kunt u bellen naar 450505. We gaan daar dit bij weggeven. Kabouter Plop. In welk land is de Air Max nog nooit gezien te zien geweest? Dit is de prijs. En we hebben een beller. Wie heb ik aan de telefoon? Goedemorgen. Dat is weer iemand die opgelegd heeft, geloof ik. U kunt dus nog steeds bellen als u het antwoord... U kunt nog steeds bellen als u het antwoord weet op de vraag... In welk land is de Air Max nog nooit te zien geweest? Belt u 450505 en deze is te winnen. Kabouter Plop. We gaan verder naar de volgende vraag. Goedemorgen. Ja, Marcel Vos is toch dit? Ja, dat zegt u. Ja, met Hans Diepenveld. Ik heb eigenlijk maar één vraagje. Ik wil weten waar jij staat, want ik kan me dat niet echt inbeelden. Welke plek jij staat op Muntgebouw, of niet? Ik sta op Muntgebouw aan de achterkant van onze studio. Ik weet niet of je dat kan zien, maar daar is het parkeerterrein van de grote kruidenier die op de kleintjes blijft letten. Ach ja, Jezus. Ja, de kleintjes. Ja. Snap je het? Ja, dat is mooi. Oké, maar je hoeft geen prijs. Nou ja, wat is de vraag ook weer? Op welk Weerter kermisterrein kun je reizen door Toverland? Ja, dat werkt niet. Houd er laars op. Weet je niet. Oké, goed. Ja hoor. Tot ziens. Dag. Volgende beller aan de telefoon, denk ik, of niet? Ja? We hebben een beller. Wie is er aan de telefoon? Ja, dat ben ik. Goedemorgen, wat leuk dat u dat bent. Ja. Wilt u ook weten waar ik sta of belt u voor de quiz? Ik bel voor de quiz. U belt voor de quiz. Wat is uw naam? Trudy Nijssen. Trudy Nijssen, wat is er zo grappig? Volgens mij gebeurt er iets leuks thuis. Ja, dat is zeker. We zitten hier echt iedere keer te proberen om er door te komen. Nou zijn we er door, maar dan weten we niet waar we op moeten antwoorden. Nou, dan ga ik de vraag heel en al speciaal voor jou, Trudy, nog een keer stellen. Vind je dat goed? Ja, perfect. Dat, top, hè? Dat was toen, maar dat gaan we nu niet meer doen. De kermisquiz, ook een jaarlijks hoogtepunt in de geschiedenis waar veel op gebeld werd in de studio. Zometeen gaan wij verder met een stuk historie van de lokale omroep in Weert. Tijdens de tweede uur is de muziek volledig van lokale bodem. En nu gaan we luisteren naar een plaat van alweer heel lang geleden van een band die ooit nog NCRV's popslag won. Klaas en Juliet. That's
Klaas was dat en Juliet. En bandleden van die band waren onder andere Frank van Rijn en Rogier van Wegberg. Deze plaat markeert eigenlijk een beetje het begin van hun muzikale professionele carrière. En die is succesvol. Frank van Wegberg heeft onder andere gespeeld in de band van René Vroeger en Frank van der Heijden en Rogier van Wegberg, die arrangeert tegenwoordig de Night of the Proms in Rotterdam. Maar daar waren we niet voor hier. We zijn hier om te bladeren door de historie van de lokale omroep. En onlosmakelijk daarmee verbonden, als je een lokale omroep in Limburg bent, is natuurlijk het OLS. Wie is het er allemaal scheten? Wie is het zestal? Ja. Zestal is Geer van Hoef. Lij Stultjes, Tjur van Burkums, Tjur Burkums, en dan is Jan Brouwers, en dan Jan Raatsen, en dan Ton Doense. Als het goed is, maar dadelijk kan er nog een verongelukken, ja, dan kunt u er een andere in. Hij staat nu voor in de kou. Wat vind je van de organisatie? Mooi eens kritisch bekijken, is het goed? Perfect. Heel zuiver. 100%. Er is helemaal niks. Nee, is goed. Nog niet, maar dat kun je misschien straks nog. Ze hebben ook van tevoren, ook van alles georganiseerd. Dan hebben ze toch echt er best op gedaan. Wie smaakt het beer, hè? Dat smaakt goed, joh. We hebben er alleen een gehad. Wie oorde is de jongste schutter? Of die jongste lid wat vandaag mij trekt? Dat is... Wat hij mij trekt, dat is de bochtertje raak. Wie is de Kerkhof? Ja. Ik ben de oudste. Van de Kerkhof. Wat wil jij doen? Dat is Jan Jansen de Boekbinger. Is dat echt de oudste? Ja. Wie oud is het, meneer? 66. En die, wie oorde... Niet lelijk, hè? En wie oud is... Wie oud is de jongste? De jongste zal wel een jaar 7 zijn, denk ik. Dus dat is echt van alles wat. Heb jij nog een bepaalde iets opvallends als schutterie? Kijk nu even naar de vlag, wat stiert erop? Die moet al 10 meter lopen. Ja, dat is Sint-Job de Heilige. Ja. Wie kon je aan de naam, Sint-Job? Hij loopt vroeger altijd op met een mest open en dan zet de Winnoe dek op. Ik wens ik veel sterkte in een optocht. Dank u wel. Limburgse cultuur bij het OLS en deze opname werd gemaakt door Michael Adriaansen, oud-medewerker van onze omroep in Kelpen-Oler. De SLO toen nog begon haar uitzendingen in de studio in de Oude Munt, naast de Stichting Vrije Uren. Maar zoals iedereen in Weert en omstreken weet, het Oude Muntcomplex is niet meer, er moest verbouwd gaan worden. En dat betekende dat behalve de winkels ook de culturele instellingen, waaronder dus onder andere de SLO, moesten verkassen. We verhuisden naar een tijdelijk pand aan de Looimolenstraat. En dat gebeurde in februari 1996. U hoort een stukje uit de eerste uitzending vanuit die tijdelijke studio. Ja, en dan luistert u vanavond naar de eerste uitzending van SLO Omroep Weert vanuit de PTT Telecomcentrale aan de Looimolenstraat 18. Om de verbouwing van het muntcomplex te versnellen, hebben we hier een tijdelijk onderkomen gekregen. Vanavond laten we u weer diverse compilaties horen van SLO-programma's. Maar voordat we hiermee beginnen, geef ik eerst graag het woord aan de voorzitter van de SLO, de heer Flemmings. Meneer Flemmings, ik vind voor een tijdelijke locatie dat we hier al prachtig zitten. Ik kan het helemaal met u eens zijn. Voordat ik daar dan toch nog op terugkom, zou ik me eerst even willen richten tot onze luisteraars. Mm-hmm. Ik hoop dat zij begrip opgebracht hebben dat ze toch bijna 5 etmalen verstoken zijn geweest van SLO-uitzendingen. En ja, ik hoop dat ze nu in grote getalen in afwachting zijn van de hervatting van die uitzendingen. En wij zijn daar nu net mee begonnen. Als ik dan ook nog even de mensen, de medewerkers van ons, die en afgebroken hebben in in de muntlocatie, en gesjouwd hebben, en opgebouwd hebben, en aangesloten hebben, hier in deze nieuwe locatie naar voren mag brengen, dan vind ik dat onze directeur Jan met zijn medewerkers, maar ook onze hoofdtechnicus Frans met zijn technici, dat we die heel dankbaar moeten zijn dat ze binnen de geplande termijn een grandioos resultaat geboekt hebben, zodat we ook in staat zijn om op dit moment inderdaad weer met onze uitzendingen bezig te zijn.
Meijle Dick Kok in gesprek met onze voormalige voorzitter Jan Vlemmings. Tijdens de eerste uitzending vanuit de noodlocatie of de tijdelijke locatie die we destijds hadden aan de Looimolenstraat. Het is niet alleen maar vrolijkheid natuurlijk bij zo'n lokale omroep. Af en toe dan gebeuren er ook verschrikkelijke dingen. En zo was in 1996 er het ongeluk met de vijf scouts uit Tungelrooi, die in Zweden verongelukten. En de lokale omroep in Weert die maakte daar voor het eerst in haar geschiedenis een tv-uitzending van. Dat gebeurde door toenmalig directeur Jan Lemmens, in samenwerking natuurlijk met de medewerkers die veelal belangeloos meewerkten. Ook van andere organisaties. Een klein stukje uit die plechtigheid, daar gaat u nu naar luisteren. Het land. Want hier vanaf 7 uur een herdenkingsbijeenkomst plaats voor de scouts die zijn overleden bij een ongeluk in Zweden. Het zijn scouts van de scoutinggroep Tungelrooi, beter bekend als kardinaal Mizensti. Een verkeersongeluk in Karlshem, Zweden. Vorige week donderdagavond om 11 uur stierven daar 5 scouts ter plekke. Een 6e scout, ook even lid van scouting Tungelrooi, overleed die middag om 4 uur. Het zijn Alex Geerlings, Bart Driessen, Paul Kremers, Richard Hendricks, Roy Verliop en hun leider John Muizer. De overledenen waren lid van de zogeheten Explorergroep van Scouting Tungelrooi. 4 overigen zitten in het eerste busje, blijven op dit moment in een ziekenhuis in Zweden. Wanneer de zwaargewonden, want dat zijn ze, naar Nederland worden teruggebracht, is op dit moment niet bekend. In totaal zijn 19 scoutingleden naar Zweden vertrokken. De 9 scouts die in een tweede busje zaten, zijn vorige vrijdag nog naar Nederland teruggebracht. Wanneer de overige gewonden dus naar Nederland worden gebracht, is op dit moment niet bekend. Buiten speelt op dit moment Sint-Jan uit Tungelrooi en de fanfare Sint-Willibrodus uit Stramprooi. Het is 8 minuten over 6:30. U luistert naar en kijkt naar Slow Omroep Weert. Buiten is het prachtig weer en steeds meer mensen komen hier naar het paviljoen, zoals dat hier is opgebouwd in het sportcomplex De Steinakker. We zullen nog even een aantal beelden van Sint-Jan en Sint-Willibrodus laten zien. We komen zo meteen bij u terug. En tot zover een fragment van de herdenkingsbijeenkomst van Voor de Scouts. Maar 10 wordt mij hier net in mijn oor gefluisterd. De scouts uit Tungelrooi. Lokale omroep is natuurlijk ook bij uitstek een medium waarin muziek uit de regio, dan wel uit de stad zelf, een podium moet krijgen. Daarin is de lokale omroep in Weert ook altijd erg actief geweest, jaren geleden al. U hoort een oude opname van het 1-jarig bestaan van het programma 7 O'Clock TikTok. Inside now,
Summer Double Dare live vanuit de studio bij gelegenheid van het eenjarige bestaan van 7 o'clock TikTok. Hey, this is Slowdown on your local radio, SLOW, with a whole lot of boogie. Niet Simple Man, een verkorte weergave. I fell on my head. I ain't been the same since then. I fell out of my bed. Boom! I woke up as another man. So here am I. Take me for what I think I am. From now on, oh, I'll be a simple man. Dat was de titelsong van je vorige cd. Ja. 93, was alweer een tijdje. Maar Jolanda van der Goor van het voormalige Slow-programma toen nog. Slow Down, jarenlang gelopen. De blues stond daar in centrale genre, wat in deze regio zeer leeft. Inmiddels is Harald Vrij bij mij aangeschoven. Hartelijk welkom, Harald. Hoi, Marcel. Jij bent, nou was 7 o'clock TikTok en ook Slow Down niet echt niet een programma waarin standaard altijd live bands zaten. Jij doet op dit moment All Areas op de donderdagavond en daar is dat bijna standaard wel zo, toch? Ja, we hebben regelmatig live muziek in de studio. Ja. Dus bands die akoestisch, semi-akoestisch, soms volledig versterkt een nummertje spelen, ja. En ja, dat het een succesvol format is, dat is onlangs gebleken. Want voor de mensen die het nog niet gehoord hebben, vertel het nog eventjes. Wat is er gebeurd? Nou, het mooie nieuws natuurlijk is dat we genomineerd zijn eigenlijk voor een Olon Award. En Olon is de organisatie voor lokale omroepen in Nederland. En nou, er waren 250 inzendingen geloof ik. En we zaten in ieder geval bij de laatste vijf met All Areas. En nou, mede omdat ons format, zeg maar, het poppodium wat we bieden aan Weert en Nederweert bands, ja, eigenlijk uniek blijkt te zijn in Nederland. Het wordt niet door veel omroepen gedaan. Dat is eigenlijk ook raar, hè? Ik bedoel, je zou toch zeggen, daar is een lokale omroep voor, toch? Ja, ik vind het iets heel vanzelfsprekend dat zo'n programma als All Areas gemaakt wordt bij een lokale omroep. Ja. Ja, dat is een beetje, daar ben je onder andere ook voor, ja. Om die lokale, bedoel, het is een enorme kweekvijver hier in Weert en Nederweert van bands. Het is ongelooflijk hoeveel bands er zijn, ja. Hoeveel er gedaan wordt aan live muziek. Ja, dan is het eigenlijk heel, heel logisch dat er ook op de radio iets mee gedaan wordt. Ja. Ja, maar dat gebeurt dus weinig, helaas. Maar je hebt wel de hoofdprijs gewonnen, want je bent vader geworden. ook vorige week, een dag van tevoren geloof ik. Ja, dat ging tamelijk gelijk op vorige week. Ja, ja. Dinsdag is mijn zoon Lars geboren, onze zoon, maar ander mijn zoon Lars geboren. Ja. Ja, daardoor kon ik zelf niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op woensdag, maar de honneurs zijn waargenomen. Door Ferry Waals onder andere, mijn technicus, vaste technicus. En ja, helaas hadden we het niet gewonnen, maar we hebben er een heel mooie oorkonde over gehouden. Een heel mooi juryrapport, ja, waar we weer mee verder kunnen, denk ik. Ja. Hoe lang bestaat jouw programma? 2 jaar, net iets meer dan 2 jaar. We zijn toen in mei 2 jaar geleden begonnen, dus ja, net 2. Dus eigenlijk nog relatief kort. Maar ja, het is wel grappig om te merken dat bandjes steeds beter gaan vinden. En ook organisaties zoals Stichting Nederwit Live, hè, de organiserende stichting van Nederwit Live Open Air en Nederwit Live Binnen. En ook de mensen van Bospop, van Moon & Blues, noem ze allemaal maar op. Die, ja, weet je toch inmiddels wel te vinden. En ja, daar heb je toch weer je plekje verdiend, denk ik wel. Ja. 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 Wat doet dat met je als je dan genomineerd wordt voor zo'n toch best prestigieuze prijs? En dan ook nog bij de beste 5 beland. Wat streelt dat je ego op, zeg je van? Nou ja, tuurlijk. Het is altijd mooi om toch bij de laatste 5 te horen. Als je ziet van hoe groot de lijst is van andere programma's die hebben mee 180 gedaan. Ja, er is van 250 programma's of zo, maar dat was van radio en tv. Dus dat was ongeveer 50, dus zeggen 130 radioprogramma's. Dus ja, dat laat je toch een 120, 125 achter je. Ja. En ja, natuurlijk streelt dat je ego, zonder dat we nu op een voetstukje staan natuurlijk. Want we moeten gewoon keihard werken om toch iedere week weer een goed programma neer te zetten. En
Maar dat is toch wel een bevestiging dat je op een goede weg bent, denk ik. En dat, ja, dat het programma toch wel iets is wat ook mensen buiten de regio aanspreekt. Ja. Hoe benaderen jullie bands voor dat programma? Hoe kom je aan een band waarvan je denkt van dat is leuk om die uit te nodigen? Wat ik zeg, het wordt ook steeds meer word je zelf benaderd door bands. Van hey, we hebben iets. Maar natuurlijk ook heel veel gaan kijken. Aanwezig zijn bij festivals, bij Music Beats People. In Nederland live binnen. Veel in de Bosel zijn. Dus behalve dat uurtje op donderdagavond gaat er heel veel tijd in zitten. Om dat programma te maken. Ja, het veld in. Ja. Ja, ja. En speurwerk op internet. Hè, dat lees je ook veel op MySpace sites. En dan de ene band kent de andere weer. En zo gaat dat, ja. Goed, donderdagavond van 9 tot 10 ben je er weer. Ja, nou, komende donderdag hebben we natuurlijk ook een jubileumuitzending. We doen het samen met Igor Honkers van De Scherpe Rand, die normaal altijd voor ons zit van 8 tot 9. Programma met wat meer alternatieve muziek, zeg maar. Hebben we een samenwerkingsband aangegaan en we zijn van 8 tot 11 live te horen vanuit Cafeers Man. Dus we gaan ook op locatie. Ja. Dat is toch de plaats waar de muziek gespeeld wordt in de kroegen. Mensen moeten er absoluut even komen, ja. Ja, het wordt een leuke uitzending. Met Freestroke onder andere spelen live een stukje. De Hotbuskers zijn live te gast. En nog veel meer gasten. Paul Sterk komt langs. Het wordt gezellig. Het wordt weer een heel gezellig programma. Ja. Weet zeker. Maar altijd veel succes met je programma. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je komst. All Areas, dus een programma. Een lokale omroep heeft natuurlijk veel programma's. Er zijn een aantal programma's altijd. Dat is bij elke omroep zo. Waar het bestaansrecht van de omroep op stoelt. All Areas is zo'n programma. Ook zo'n programma, zeker in Weert, is... het oudste programma volgens mij van onze omroep op dit ogenblik. Ja, ik denk het wel. Marco Stals, hartelijk welkom. We gaan eerst even luisteren naar een oud fragment. Optie Limburgs heet het tegenwoordig. Vroeger heette het Slow Optie Limburgs. En Frits Manders is degene die met dat programma begonnen is. Dan wil ik met die blieven drinken. En mijn vrouwtje zit te wachten toe. Ja, Loesnaars, dat wordt weer Sloops in Limburgs. Programma met een beetje pech, want we hebben net allemaal geloesterd. Als je op de knop drukt en jij het niet, heeft al een cd, die deed het dan niet direct voor onze excuses. En ik hoop dat de volgende week vredig, als we wat druk zien, dat het over hersteld is. Ik hoop dat je met plezier geloesterd hebt. Ik heb het gezegd, volgende week vredig zien van weg. Namens Marco en ongetekende Frits, veel plezier dit weekend. Ja, Frits Manders, wijle Frits Manders, Marco. Helaas wel. Ja, hij is begonnen met het programma en jij was zijn, eigenlijk zijn lieveling, zonder dat nou meteen in allerlei dubbelzinnige manieren te bedoelen, maar dat was gewoon echt zo. En jij en Frans, dat waren twee handen, of jij en Frits, sorry, dat waren twee handen op één buik. Ja, ik denk, ik ben het programma ongeveer, heb ik overgenomen toen ongeveer 550 afleveringen hadden. Ja. Het is in 2001 geweest. Toen werd Frits ziek. En op een gegeven moment overleed Frits. En toen had hij tegen zijn kinderen gezegd van al die Limburgse cd's die moeten naar Marco. Want Marco gaat door met het programma. Ja, dus jij hebt eigenlijk de muzikale erfenis van Frits. Die wordt door jou beheerd. Ja, dus zijn ruim 700 cd's kwamen er toen naar mijn kant op. Ja, en daar laat je ook elke week nog steeds. Op de vrijdagavond tussen 7 en 9 laat je daar een selectie uit horen. Ja. Wat is jouw binding met Beerter, Limburgse muziek? Wat? Ik denk dat het dat de muziek uitstraalt en dan toch wel wat Limburg aan het feesten is. Maar is denk Limburgse belangrijk. Muziek alleen maar feestmuziek? Nee. Heel veel mensen denken dat Limburgse muziek alleen maar polka aan het feesten is. Maar ik denk dat ik je gewoon 3 avonden kan vullen zonder één plaatje dat een polka is te laten horen. Ja, en wel in het Limburgs. Wel in het Limburgs, ja. Vanaf de 550ste, jullie zitten nu al over de 900ste uitzending heen. We gaan naar of je gaat 904 is aanstaande vrijdag. En ja. En de spirit om ermee door te gaan is er nog steeds? Het blijft gewoon. Ik blijf het nog altijd leuk vinden. Ja. Dus, is dit ook als een puur omdat je zelf om het leuk vindt om te doen, maar ook als een eerbetoon aan Frits, neem ik aan? Dat ook. Het is niet zo dat ik thuis alleen maar Limburgse muziek aan heb staan. Integendeel, die staat eigenlijk nooit aan. Alleen als ik een nieuwe cd heb, dan gaat hij even mee in de auto en dan luister ik het in de auto, luister ik het even af en dan weet ik het. Ja. Leuke anekdotes uit het verleden van Optie Limburgs? Ja,
het mooie is, ja, mensen hier bij de omroep werken of ooit geweest zijn, die weten dat in de presentatieruimte een rode lamp hangt. Ja, dat is gebruikelijk. Dat is gebruikelijk. Als de microfoon aangaat, dan gaat de rode lamp branden. En Frits, die was een man, zolang als die rode lamp aanstond, dan zei hij geen woord. Zolang dus, als die rode lamp aanstond? Ja, dan zei hij, of aanstond nadat als een plaat liep, dan zei hij helemaal niks meer. Dus je kon hem gewoon 3 minuten kon je gewoon laten zwijgen. Oké. Okay. Ja, heel apart. Dan zei hij gewoon niks. Ja, 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 ik kan er doorgaan over hem. Ja, ja. Ja. Hey, ja, onlangs hadden we dus de 900ste uitzending. Dat is ook zoiets. We gaan bij die aflevering 800 zijn we naar een bejaardenhuis gegaan. Aflevering 900 ook. En dat was dus afgelopen mei. En daar hadden we een aantal muzikale gasten. Ze zijn gestopt, maar ze zijn eigenlijk toch weer bij elkaar gekomen om nieuw werk te maken. Ja. En dat waren de Molshof Paardzangers. Daar heb ik 4 jaar lang overlopen zeuren tot ze een keer kwamen. Ja. En nu kwamen ze. Ja, en je hebt daar een fragment. We hebben daar een klein fragment van. Ja. Oké, gaan we even naar luisteren. Voor 50 cent en een dikke pot bier, dat is al lang niet meer. Een stuk gezet als wc-papier, dat is al lang niet meer. De guster levers ijs verkocht, dat is al lang niet meer. Nog overal blauw en zuiver locht, dat is al lang niet meer. Een dikke jong aan een open show, die leven lang met dezelfde vrouw. Tada, 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 tada. Schönske aan een show. Tada, 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 tada. Met dezelfde vrouw. Het eerste van rooi in het tweede glas, dat kan al lang niet meer. Een leven zonger pin op pas, dat kan al lang niet meer. Een groot vet verke toes geslacht, dat kan al lang niet meer. Een dik stuk knopen stoer gebracht, dat kan al lang niet meer. Tandas hui met zijn grote tand, de mik nog rondgebracht door man. Tada. De Molshof Paardzangers uit Rooi. Als er een stuk lokale cultuur is hier uit de regio, dan is het dit. Even wachten, want je bent niet te horen, Marco, op de radio. Ik denk dat zij een van de belangrijkste groepen zijn geweest die de weg vrij hebben gemaakt voor heel veel dialectgroepen en bandjes. Ja. Ja. En vanaf hoe lang bestaan zij al? Zij bestaan ook al meer dan 25 jaar. Oké, okay. En het programma Optie Limburg, dat hebben we net even opgeduikeld. We hebben net even opgezocht, ja. Ik denk dat de eerste uitzending in oktober 1990 geweest is. Ja. Okay. Dat is het oudste wat ik kon vinden. Ja. Marco, dankjewel ook voor je komst naar de studio en voor dit mooie stukje geschiedenis. Iemand die ook zeer thuis is in dialect en ook regelmatig te horen is hier op BRTVM via het kanaal van de Huisomroep, is niemand minder dan Ton Donders. En we hebben een opname van de Huisomroep waarin hij schittert. Ton Donders. Zet ik even de fiets hier tegen in de boom, hallo lustigers. Hey, ben ik dan weer. Ik stond hier met de fiets midden in de krang, de gezelligste buurt van Hielwiert. Midden in de krang. Goh, ik heb een fiets met een accujacht erop. Paul Mullensteen in het bed gebeld. Goh, wat hij stuk in zijn lijzak. Die heeft nog soldiers en ik heb een sterke zender als de slow. Lustigers, ik heb nieuws. Ik heb spannend nieuws. We stonden hier midden in de krang en er is geen jurylid te beginnen. Ook bij de krang zelf is alles dicht en het is donker. Er komen hier geen mensen voorbij. Daarachter misschien een mens met een hond. Hey, nee, die heeft natuurlijk de radio niet aanstonden op de slow. Het liedjesfestival werd uitgezonden vanavond. En ook het liedjesfestival, de tweede ronde werd uitgezonden. En de loestergast kunnen schimba ook nog bellen op 42.000. En ik heb straks weer Ankie gehuurd. Ankie vrouwtje radio. Oh, dit is te geweldig. Ik hoop dat ze mij niet wegdrukken. Dan geef ik straks nog veel meer nieuws van dat liedjesfestival. Maar nu stond ik in de krang en mijn fiets. Dan stiet hij tegen een boom aan. En ik weet het niet. Oh, die mensen hebben het gisteren een hond dragen. Gezinnig. Die hond die wil niet lopen. Dat is zo'n, met zo'n streks kunnen horen. Wie had je zo'n Genevieve? Kun je niet zo een idee op een bank? Ja, als Ojoren pudding was, dan was de mens dokter Oetker, zeggen ze dan. Hè? Dat was Ton Donders van de Weerterhuisomroep. Niet alleen Limburgse muziek. Allerlei genres komen aan bod natuurlijk. En informatie en muziek, maar allerlei soorten cultuur komen aan bod. Ook nationaal product. Het programma bestaat nog steeds. Erik van Morsel is degene die ermee begonnen is. Die zit inmiddels al bij mij aan de tafel. Maar ik ga eerst even luisteren naar een oud stukje van jou, Erik. Het Nationaal Product met Erik van Morsel. Eenmaal in de week, 120 minuten lang. De beste nationale popmuziek uit ruim 30 jaar pophistorie. Ton
9 uur is dit het Nationaal Product met Erik van Moorsel. Exact 7 minuten over 7 bij de Stichting Lokale Omroep Weert. Welkom in een nieuwe aflevering van het Nationaal Product editie 115. En aan die editie beginnen we niet voordat we de collega's van Slow Actueel bedankt hebben voor het afgelopen uur. Morgen om precies 6 uur dan zijn ze er weer met actuele informatie uit Weert en omstreken. Heb je het zojuist gehoord op het nieuws? In België mogen er geen flippo's meer in de zakken chips geduwd worden. Het is toch ook ongelofelijk. Ja, het schijnt hartstikke gevaarlijk te zijn als iemand gestikt in zo'n flippo. Dat is natuurlijk minder, maar om dan meteen alle flippo's maar weer te verbieden, dat vind ik dan ook weer even ver gaan. Oké, Nationaal Product, donderdag 1 februari 1996. Vandaag in de show weer een dubbelhit. Vandaag van Normaal, samen met de zangeres zonder naam en Bill Haley. In de Nationaal Productagenda hebben we nieuws over de Golden Earring. We hebben natuurlijk weer een actueel weerbericht en heel veel leuke muziek. Onder andere Gordon, The Critical Mass, Clouseau, Elf, Schraputs, Rowan Erzen, De Kast en ook Marco Borsato. Ja, dat was lang geleden alweer. Toch? Ja. Hé Erik, je hebt het zelf straks aan het begin al gezegd. Ik ben een tijdje weg geweest, maar eigenlijk toch ook medewerker van al sinds jaren en dag hier bij Beert FM. Mm-hmm. Ergens rond 1990 ben je erbij. 89, hè? Begin 89. Ja. 89. En Nationaal Product is toch wel iets wat jij ook een beetje als een stempel met jou meedraagt. Dat bedoel ik dan positief. Jij bent de man wel van de Nederlandse producties, toch? Nou, ik heb in eerste instantie een jongerenprogramma gedaan. We hadden cursus gevolgd bij INE. Ja. En toen zijn we met een hele hoop jongeren die cursus gevolgd hebben, zijn we een jongerenprogramma gestart. Ja. En op een gegeven moment, ja, Jeans was dat. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan zie je wat mensen verdwijnen. En dan wil je ook wat anders na een tijdje. Ja. En ik wilde van een informatief programma een muziekprogramma maken. En ja, ik vond Nederlandse popmuziek leuk. Ja. En ik kreeg die kans toen. Ja, ja. Het is, je noemt Jeans. Het is wel frappant, zit ik me nu te bedenken, om te merken dat een aantal mensen die toen met Jeans meededen, jij, Mark Gerards. Mark heeft nooit echt met Jeans meegedaan, maar die zat wel Mark in die... Gerards die zat voor ons. Ja, maar jij ook, hoor. Ja, ja. Nou, ik ook. Maar een aantal mensen in ieder geval die er in die tijd bij kwamen, zo moet ik het dan zeggen, die zijn even weggegaan. En zijn allemaal weer teruggekomen. En ze zijn allemaal weer teruggekomen. Ja. En ze zitten ook nog steeds bij de omroep. Ook dat nog, ja. 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 Door al die jaren heen, jij dan vanaf 1989, lokale omroep Weert, voor Erik van Moorsel, beschrijf. Ja, een droom. Ik ben vrij laat ben ik mij gaan interesseren voor radio, voor muziek. En dat moet ergens half jaren 80 zijn geweest. En toen in 1989 al bij de lokale omroep. Heel spannend in het begin. Maar dat geldt volgens mij dus voor iedereen die ooit hier begonnen is. Ja. Zeker die eerste keer achter de microfoon. Ja, we hebben het straks gehoord van Ine en van Frank zelf. Hè? Ja. Ja. Ja, en dan, dat is dan het moment dat je voor de eerste keer in de uitzending zit. Maar er zit natuurlijk ook nog dat hele traject voor van die cursus. En voor de eerste keer iemand interviewen. Ja, ja, dat was een hele spannende periode. Dat weet ik nog wel. Wie heb jij als eerste interview gedaan op de radio? Ja, waarschijnlijk Ine. Ik denk dat we allemaal als eerste Ine geïnterviewd hebben. Ik denk het wel. Ja. Ja. Nee. Ja. Was jij zo'n graag geïnterviewd mens, Ine, of niet? Was jij zo'n graag geïnterviewd mens? Ze durfde niemand anders te vragen, zegt ze. Ine staat nog steeds, u kunt dat niet zien op tv, maar ze staat daar in de hoek. Net als alle andere gasten die in de uitzending zaten. Wat zeg je? Als je het van, ja, daar ben je cursusleidster voor, toch? Misschien is het leuk als je er even bij komt zitten. Ja, hè? Als cursusleidster. Want het is natuurlijk spannend inderdaad zo'n eerste keer. Je hebt inmiddels al aardig wat ervaring. Ja, in 20 jaar doe je dan wel wat. En dan kun je wel van een stukje ervaring spreken. Ja, heel eventjes, want Ine is inmiddels aangeschoven. Zo'n cursus een eerste keer. Als cursusleidster, jij, waar let je dan op? Waar zie je bijvoorbeeld aan van, dat is degene die talent heeft? Dat is een verschrikkelijke moeilijke vraag. Daar kan ik wel antwoord op geven, maar dan zijn we uren bezig. Ja. Nou, in de cursus in eerste instantie, interview is vooral luisteren. Ja. Luister naar wat degene zegt. Ja. En als je goed luistert, kun je daar weer de volgende vraag uitdestilleren. Ja. En zo heb ik het ook jou geleerd. En dat doe jij bijvoorbeeld heel goed. Ja, dus, dankjewel. maar jij doet dat, hoe lang doe je dat nu al, die cursussen?
Nou, in het begin heb ik het heel veel keren gedaan, samen met Frans, hè. Denk eraan, nooit alleen. Voor de techniek. Toen hebben we een periode voor Stichting Vrije Uren nog een paar jaar gewerkt. Ja. Toen werden we wel gevraagd bij Sittard en nog meer van die radio-omroepen, maar ik werkte volledig en dit was allemaal erbij extra. Ja. En ja, dat kostte toch wel heel wat tijd. Ja. Heb jij in al die jaren, heb je ook wel eens ooit iemand echt gezegd van, joh, geef je droom op, want het wordt helemaal niks? Komt dat voor? Nou, tijdens de cursus zelf ontdekte men dat zelf wel. Ja. Ik zei altijd, het is heel moeilijk om tegen iemand te zeggen dat iets niet helemaal goed is. Dus het begon altijd positieve feedback, hè? Even zeggen van, dat is prima, dat doe je heel goed. Maar probeer daar een beetje op te letten. En op een gegeven moment hadden ze dan toch wel in de gaten, ja, maar dat lukt me niet. Ik zei, misschien is dan iets anders bij de omroep, want je hebt hier redactioneel werk, je hebt hier allerlei soorten dingen die gedaan kunnen worden. Dus gasten ontvangen. Ja. En ik geloof dat die persoon, ik weet de naam niet meer, maar ik kan me wel herinneren, die personen, want zijn er toch wel meer geweest, die deden dan dat soort werk. En ja, hoe lang, dat weet ik allemaal niet precies. Ik ben een periode ertussenuit geweest. Oké, dankjewel Ine. We gaan eventjes terug naar Erik. Want die, het Nationaal Product. En het is bij jou zelfs zo ook, je hebt er je werk van gemaakt een tijdje lang, toch? Ik heb een tijdje, in de baasentijd, laat ik het zomaar zeggen, radio mogen maken. Ja. Ja. En is dat dan, want jij kan het dan vergelijken, is dat anders dan wanneer je dat als hobby doet? Zit daar een verschil tussen? Is het dan even leuk bijvoorbeeld? Ja, ik vond het hartstikke leuk, omdat in mijn werk deed ik wat anders. Ik maakte tv-programma's en mocht gewoon 5 dagen in de week tussen 12 en 2 een programma gaan maken op de radio. Dus het was gewoon even mijn hobby uitvoeren. Ja. Ja. En is dat echt anders? Nee. Nee, is niet echt anders. Nee. Ja. Want de betrokkenheid blijft hetzelfde. Ja. Ja. Oké. Want het is natuurlijk zo, dan ga ik Maarten Stultjes even vragen om erbij te komen zitten. Even met jou verder praten, Erik. Het is natuurlijk zo, ook in 25 jaar geschiedenis van lokale omroep in Weert, Nederweert en omstreken. We hebben nu een beetje de hoogtepunten belicht en de leuke stukjes eruit gehaald. Overigens een woord van grote dank aan Frans Pagy voor het ontzettend vele researchwerk dat hij daarvoor gedaan heeft. Dat mag gezegd worden, want hij heeft daar echt, maar volgens mij wel dagen ingestoken. Het is natuurlijk een utopie om te zeggen dat 25 jaar lokale omroep in Weert, dat het alleen maar over roze geur en maneschijn gaat. Dat is niet zo. Dat is het leven niet. En jij zit nu bij mij aan de tafel en je bent ook iemand die daar, die daar ook mee te maken heeft gehad. En die daar wel wat over kan vertellen. Maar het Stultjes is inmiddels aangeschoven. Is ook ooit bij de lokale omroep begonnen. Van harte welkom, Maarten. De reden waarom ik jou erbij heb gehaald. Jij werkt nu in het omroepwezen, bij de Wereldomroep, geloof ik. Ja, hè? Klopt. En je doet dat professioneel en je hebt als geen ander hier, denk ik, zicht op het medialandschap in Nederland. En over vooral het journalistieke principe hoor en wederhoor. Mm-hmm. Want het verhaal wat Erik gaat vertellen, want ik heb natuurlijk eerder van tevoren gesproken en ik weet wat er gaat komen nu. Daarin is dat ver te zoeken. Dus Erik, doe je verhaal en ik wil graag dat Maarten daarop reageert. Nou ja, wat jij zegt, het is niet altijd roze geur en maneschijn. En in die 25 jaar hebben we hele mooie programma's gemaakt. Ja. Maar zijn we ook wel eens negatief in het nieuws geweest. Ja. En dat is niet leuk. Dus überhaupt, een organisatie, een bedrijf, een persoon, een vereniging die negatief in het nieuws komt, is nooit leuk. Nee. Maar hier extra, omdat je te maken hebt met vrijwilligers, wiens hobby het is. En op het moment dat je dan negatief in de pers komt, in dit geval vaak in de krant, dan sta je toch op de tenen van die mensen. Ja. En dat doet soms wel heel erg pijn. En dat is nog wel eens gebeurd, de krant erg negatief schreef over ons. En ook tegelijkertijd vergat om ons om een reactie te vragen. Ja. En dat is nog, vind ik, het ergste aan het hele verhaal. Vergat of verzuimde? Nou goed, dat mag je zelf invullen, dat weet ik niet. Ja. Maarten, reageer daar eens op. Het is lastig, want het is niet heel concreet, zeg maar. Maar natuurlijk, als je erover schrijft, moet je altijd even bellen om te vragen hoe de andere kant denkt dat het in elkaar zit. Mm. Dat hoor-wederhoor principe, dat is soms te lastig. Soms uit gemakzucht wordt het achterwege gelaten. Mm. Ik weet uit de praktijk dat het ook wel eens wordt uitgesteld. Mm.
vooral bij omroepen is dat natuurlijk heel makkelijk. Als je om 5 uur een nieuwsuitzending hebt, als je een verhaal hebt, dan bel je om 5:10 de organisatie voor een reactie. Ja, dat krijgen ze in 10 minuten voor die uitzending niet meer geregeld. Nee. Dus het wordt ook wel eens expres zo gespeeld. Mm-hmm. Het andere deel, dat je vrijwilligers op de tenen staat, is hartstikke pijnlijk. Dat is heel erg waar. Maar dat is iets waar de journalistiek zich geen moment zorgen over maakt. Nee. Dat hoeft niet, maar als je dan maar... Ja, de taalregels houdt. Hoor, ja. Wederhoor. Ja. Nou ja, dat is een van die journalistieke basisregels, ja. Toch? Ja. Ja, dat klopt. Veel zwaarder kun je niet zondigen, zeg maar. Nee, maar dat gebeurt dus wel, blijkbaar, ja, volgens het verhaal van Erik. Ja. Zijn daar... hoe gaat dat dan? Is er een moraliteit bij de journalisten om? Ja, nou laat ik daar nog maar ja op zeggen. Ja, ja, een beetje optimistisch blijven. Maar je zegt het wel twijfelachtig. Jawel. Kijk, een krant moet verkocht worden. Een omroep moet beluisterd worden. En als dat niet gebeurt, dan ga je kopje onder als organisatie. Ja. Dus ik weet uit ervaring dat het gedaan wordt. Ik heb dan de meeste ervaring bij de omroepen. Ja. Zoals ik zeg, ja, je hebt een mooi verhaal en je wil het checken, maar dat doe je om 4:50. En dan is de woordvoerder net niet beschikbaar en die gaat anders toch om 5 uur naar huis. Dus je weet dat hij geen reactie geeft. Dan heb je om 5 uur een mooi verhaal. En misschien belt hij in de loop van de avond terug. Heb je voor je ochtenduitzending heb je ook een verhaal. Ja. Dan heb je strikt genomen hoor en wederhoor gedaan. Maar toch al op een hellend vlak, zou ik maar zeggen. Ja. Dus wat dat betreft, er zit natuurlijk toch gewoon een belang achter om die krant verkocht te krijgen en de omroep beluisterd te houden. Dus het commerciële belang botst met het nieuwsbelang eigenlijk. Erik, kreeg je er eens op? Nou ja, dat begrijp ik nog wel. Vanuit de makers van het nieuws of de brengers van het nieuws. Maar vervolgens is het de vraag wat er met die informatie gedaan wordt. En wat er hier en weer nog wel eens gebeurt is dat er informatie bijvoorbeeld bij de politiek komt. Via de krant. En dan wordt dat in 90% van de gevallen gewoon voor waar aangezien. En dat is het oneerlijke aan het hele verhaal. Ja, dus die in dit geval de politiek gaat af op berichtgeving die volgens wat Maarten zegt... mede misschien op commerciële gronden is. Ja, er wordt een bepaalde sfeer gecreëerd door mensen die de krant bellen. Mm-hmm. En vervolgens de journalist die er wat van maakt. En de omroep heeft dan de kans niet meer om daar zich in te mengen. Ja. En dat is het oneerlijke. Dat is een heel lastig punt ook van het vak journalistiek. Dat je iedereen die een journalist benadert heeft een belang. Ik ben ook wel eens als correspondent voor het ANP gebeld door iemand van de vakbond. En het telefoongesprek begint met, we hebben elkaar vandaag niet gesproken. Hè? En als je dan zegt, inderdaad, dan krijg je een tip van, dan moet je bij dat bedrijf gaan kijken, want daar speelt iets. Maar ja, die vakbond heeft ook een belang. Ja. Dus dat is continu, als je benaderd wordt voor elke informatie, elk verhaal wat je opduikelt. Ja, daar spelen belangen in. En inderdaad, ja, er zullen best mensen in Weert zijn geweest die dachten, we moeten die omroep even een beetje wat zwarter aftekenen dan het is. Ja, het kan zo gebeuren. Ja. Nou, dat is gebeurd. En in jouw geval, Erik, heeft het jou zelfs tot verder dan meer te achtervolgd, toch? Ja, nou ja, goed. Ik zat destijds in de programmastaf. Ja. En ik werd ook persoonlijk aangevallen. Maar dat heeft hier met dit verhaal verder niet zoveel te maken. Ik vind het voor de omroep heel vervelend dat gebeurt. Omdat je, als je één keer negatief in het nieuws bent, ben je heel lang bezig om dat weer een beetje omgedraaid te krijgen. Ja, dus er ontstaat een soort negatieve beeldvorming. En het staat in de krant, dus het is waar. Ja, precies. Ja, dat is het probleem. Ja. Ja. Tegelijkertijd maken wij natuurlijk ook weer gebruik van die krant. Als wij iets te melden hebben, gaat er ook een persbericht van ons naar die krant toe. Dus we weten ook donders goed hoe het werkt, hoor. Ja. Ja. Tuurlijk. Maar nu, Weert FM heeft een hoop te voortduren gehad. Het heeft allemaal in de krant gestaan ook. Financiële problemen, zijn er verder nog, moet ik eventjes mensen hier in de omgeving aan kijken. Onze voorzitter, die komt er even bij zitten. Antoine, van harte welkom in de uitzending ook. Antoine Huibe is de voorzitter van de omroep. Neem even een microfoon. En ja, jij kunt ook nog wel het een en ander vertellen over wat minder prettige punten uit de historie van de lokale omroep en de recente historie. Ja, ik ben voorzitter geworden in een fase dat de publiciteit niet uitsluitend positief was. Maar ik denk dat we dat de afgelopen half jaar tot jaar toch redelijk hebben kunnen ombuigen. En dat is op zich wel een uitdaging natuurlijk om die voor die taak te staan en om daar positivisme in te brengen. Hoeveel moeite moet je daarin steken als voorzitter? Ja, toen ik begon als voorzitter denk ik dat de dialoog met andere pers en met de gemeente zeker niet optimaal was.
Maar dat is een van de dingen waar ik mij met name de afgelopen maanden op gericht heb als voorzitter. Ja. En kost dat, merk je dan, hè, als je als nieuwe, want je was een nieuw persoon binnen onze organisatie, als je dan als nieuw persoon binnenkomt en je moet het veld in om dat om te buigen, hoe vaak loop je dan tegen een muur aan? Ja, enerzijds is het natuurlijk in het begin moeilijk om die barrière te doorbreken, maar het geeft je ook wel heel veel voldoening dat je dan op een gegeven moment contact krijgt met andere partijen, andere media en met de bestuurders in de gemeente Weert en Nederweert. En dat is wat mij de voldoening geeft in zo'n bestuursfunctie. Ja, okay. Ik discussieer graag zo meteen even met jullie verder. We gaan heel eventjes luisteren naar een stukje muziek en dan komen we zo meteen nog eventjes terug. Ja, even muziek vanuit de studio. Ik zat nog op de eerste klas. Ik zal zo'n 6 jaar zijn geweest. Toen zag eens mama een keer Henkies bij onze lieve neer. En meer gekomen door de mis, zoiets had je begrafenis. Gewoon me bij je voor Henkie. En wegen die kerk woon, met aan de voet zondigse schoon, zoog een klein wit kistje stoom, met de achter meneer Kaplon. Ik weet nog heel goed dat ik vroeg, omdat ik Henkie heel niet zoog. Mam, hoe is Henkie? Dus mam die kniep me in mijn hand, en zag gebroekt je verstand. Zie je dat kistje vuur aan stond, daar hebben ze Henkie ingedoen. Ja, Henkie woor, eerst heel erg ziek, nergens midden in de preek, om zich beuken, hem Henkie. En de kaplon in paarse toeg, stoek zijn hangen in je moeg, zag lodders bij je tot de hier. Ik dacht, dat hulpt Henkie toch niks meer. Zou je adem op de bijen, neem bevrijden met zijn lijden, maar nooit te laat voor Henkie. En als ik terug denk aan het tijd, dan ben ik Henkie heel niet kwijt. Ik kan je les nog met zijn broer, het woord of Henkie er weer woont. En weet het kwam dat wij dit nou, het is waarheid als een koop. Wicht geef nooit iets af, zelfs schijnen Henkie. Je hoorde Paul Heuvelmans en Henkie. Maarten, jij bent niet alleen maar hier gekomen om over ellende te praten. Want je hebt ook je hebt een geschiedenis bij de omroep natuurlijk ook. Wanneer ben jij begonnen? Ja, ik weet het niet op dag en uur nauwkeurig. Maar ik denk ergens in 1986. Oké, ja. Lang geleden dus ook. Ja. Jij bent nu inmiddels een professioneel journalist. Ja. Tenminste, in ieder geval fulltime. Professioneel, dat is niet aan mij om dat te beoordelen natuurlijk. Iedereen kan het worden. Vanuit. Als je niks meer kunt, dan word je journalist. Ja, dan niet meer, word je sportjournalist. Zo, John, Rijn, ben jij nog hier? Ja, uitspraak van Tom Egbers trouwens, hoor. Dus, Oké. Nou, je schrikt wel op een zelfspot dan. Hey, Maarten, even heel kort. Ja. Als jij terugdenkt aan de lokale omroep in Weert, wat denk je dan? Ja, zo'n hobby waar je ongelooflijk veel tijd mee zoet speelt, of kwijt speelt, zeg maar. En het leukste wat ik mij kan herinneren van al die jaren, ik ben ongeveer een jaar of 9 à 10 hier geweest als vrijwilliger, ze zijn al eerder genoemd vanavond, die basketbaluitzendingen. Ja. Samen met Den Helder, dat vond ik, was toen veel jonger en onervaren, dat vond ik ontzettend spannend. En het was ook een soort vorm van pionieren die heel erg leuk was. Ja,
Ja, super. Dat was echt de spanning. Ja, absoluut. Ja. En nu ben jij professioneel actief dus in de media. 25 jaar lokale omroep. We hebben het straks aan het begin al genoemd. In het begin werkten we nog met bandjes, met bandrecorders en met mobiele telefoons ter grootte van een koelkast een paar jaar later. En ook met platenspelers die buiten het bereik van de DJ's stonden in de studio. Ja, dat was een apart iemand voor die plaatjes moest scherp zetten. Dat was heel leuk. Dan moest je een plaat starten en dan kon je niet bij de knop terwijl je zat te praten. Ja. En dan zitten we in 2009 met computers en alles op MP3 en alles geautomatiseerd. Ja. Heel veel verschil. Ja. Ja. Dat is het technische deel. Qua faciliteiten is het natuurlijk heel anders. En het voordeel daarvan is, hoop ik dan altijd maar, dat het is nu allemaal binnen bereik. Hè? Iedereen heeft een pc'tje thuis en dan kun je een stukje software opdraaien. En dan kun je audio monteren. Kun je muziek opdraaien of een gesprek op monteren. Doordat dat zo dichtbij is gekomen, denk ik altijd maar, dan heb je veel meer energie en hopelijk ook geld om inhoud te richten. Mm-hmm. Het is veel gemakkelijker geworden. En dus kun je, hoef je niet zo te concentreren op, ik heb zoveel bandrecorders nodig. Kun je misschien wat meer naar de inhoud van je programma's. Je houdt geld en energie over, denk ik dan maar. Ja. Edward van Doorn, aangeschoven aan tafel. Bekend qua stem van de radio, maar ook een van de grote mensen absoluut achter de schermen hier bij de omroep, zonder anderen te niet te willen doen, maar het is gewoon zo, want jij bent voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de automatisering, de dagprogrammering, de muziek vanuit de computer. Reageer eens op de opmerkingen van Maarten. Ik denk wel dat hij gelijk heeft. Het klopt inderdaad, je kunt eigenlijk met bijna geen middelen toch op een bijna professionele wijze zaken in elkaar zetten, audio of misschien zelfs beeld, noem maar op. En het lijkt erop of dat in ieder geval de toekomst geen grenzen kent op dat gebied. Mm. En dat inderdaad die zaken veel toegankelijker zullen worden voor niet alleen programmamakers, maar misschien ook zelfs luisteraars of kijkers. Ja, ja zeker. Ja. Waar je vroeger nog echt een band moest knippen met bij wijze van spreken plaksel. De technische drempel, in ieder geval voor sommige mensen, zal zeker vervagen. En daarmee wordt de toegankelijkheid een stuk vergroot. Ja, ja. Zeker. Dan zijn we aangekomen bij de toekomst. Hè. In de toekomst, wat gaat er gebeuren met Weert FM, met het medialandschap? Maar laten we ons even concentreren op lokale omroep in Weert. Edward, wat is jouw beeld daarin? Ja goed, wat we eigenlijk net al een beetje hebben aangesneden, denk aan multimediaal synergie tussen internet, radio en synergie zelfs, betekent samenhang. Zelfs beeld, samenhang, ja inderdaad. Ja. Die dingen zullen en moeten elkaar versterken. Ja. En dat zal in ieder geval de komende tijd in een enorme opleving gaan beleven. Kan dus een lokale omroep is tegenwoordig multimediaal. Ja, en zelfs anders gezegd, een lokale omroep kan het zich niet meer permitteren om het niet te doen. Een lokale omroep die alleen op de radio bijvoorbeeld te luisteren is, dat kan is niet meer in 2009? Een lokale omroep zonder internetpagina, zonder foto's die je kunt bekijken van een uitzending of tijdens een uitzending. Misschien zelfs wat we nu doen, een beetje radio kijken, noem het hoe je wil. Laten we even zwaaien met de mensen thuis, dat is leuk. Vinden ze dus, leuk. Dus dat soort dingen, ja. Die zaken liggen gewoon open. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Ja, kort antwoord. Maar van de andere kant kan dat ook een verhoging van een drempel zijn om in een stad een lokale omroep op te richten. Ja, dat klopt. Waar Weert FM ooit als slow begonnen is, als eigenlijk toch een beetje hobbyclubje van kom jongens, we gaan radio maken. En het pionieren waar Maarten het net over had, ligt die drempel nu hoger, denk ik. De drempel ligt hem denk ik vooral in. Misschien niet zozeer de technische achtergrond, ook al zou je dat misschien denken, maar meer in hoe breng je het? Hoe onderscheid je je van de rest? Ja. Hoe kun je een punt maken? Ja. Antoine, voorzitter, het laatste woord is aan jou. 3 minuten. 3 minuten. Ja, de toekomst, de atomische klok is, of hoe noem je dat? De atoomklok is onverbiddelijk. Ja. De toekomst van Weert FM. Inhoudelijk herken ik wat Edward net zegt. Ook afgelopen week toen we in Hilversum waren, dan zie ik dat de groten die daar met de prijzen naar huis gaan, dat zijn de radio's en lokale omroepen die multimediaal en interactief zijn. Ja. Op het andere aspect, organisatorisch, financieel. Ik heb een tijdje geleden de noodklok geluid en daarmee de pers opgezocht. Collega's van andere media. En dat heeft er wel toe geleid dat we
constructief in gesprek zijn gekomen met de gemeente Weert en Nederweert. Je hebt daarvoor wel flink wat moeten lobbyen. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. En met als gevolg dat we nu ook aan tafel zitten, letterlijk. Niet alleen hier, maar ook op andere momenten bij de gemeente. En ik ben daar positief over gestemd. Ik denk dat we ook nog eens een keer een beetje geholpen zijn door de besluitvorming in Den Haag. Mm-hmm. In Den Haag is besloten dat gemeenten het geld wat zij toegeschoven krijgen, dat ze dat moeten doorsluizen aan lokale omroepen. Ja. Daar zullen we de gemeente natuurlijk graag op attenderen als ze niet zelf tot die conclusie komen. Nee, okay. Ik wil iedereen tot slot bedanken voor de komst naar de studio en voor alles wat jullie in het verleden voor deze omroep hebben gedaan en in de toekomst nog gaan doen, uiteraard. Ik wil ook iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan de totstandkoming van deze uitzending. Ik wil toch nogmaals daarin Frans Pagie met name noemen, want die heeft het hele archief doorgespit en geloof mij, dat is behoorlijk wat werk. Dus ik zou graag, heel graag even een applaus willen van alle aanwezigen voor wij hebben deze uitzending met veel plezier gemaakt. Wij blijven ook in de toekomst met veel plezier radio voor u maken. Via allerlei multimediale kanalen. 24 uur per dag WeertFM. Dat blijft ook, neem ik aan, in de toekomst zo, Antoine, toch? Ja, ja ik ben er groot voorstander van dat we 24 uur per dag en op meerdere kanalen multimediaal bezig blijven. Oké, geen afstemtuuntjes meer. Nee. Nee, die tijd is voorbij. Hè? Goed, wij gaan eruit. Ik ga even Edward aankijken. Komt deze leuke uitzending ook beschikbaar op onze uitzending gemistpagina? Uiteraard, inderdaad. Die komt ook in de loop van de avond is die beschikbaar via onze website www.weertfm.nl. In het linkermenu klik op uitzending gemist. En daar kun je de uitzending zoals die nu te horen is nog een keer lekker op je gemak terugluisteren. Dankjewel Edward. Ik krijg een kaart in de handen geschoven. Ik heb helaas geen tijd meer om hem helemaal voor te lezen. Het is een kaart van Jan Schonker, onze pionier van de kabelkrant. Hierbij wil ik hem van harte bedanken voor de uitnodiging met betrekking tot de viering van het 25-jarig bestaan van WeertFM. Ik stond mede aan de wieg van deze regio-omroep en zal het improviseren in de beginfase niet gauw vergeten. Het was een mooie tijd en ik wens jullie van harte proficiat en ook voor de toekomst heel veel succes. Helaas kan ik er niet bij zijn in verband met een eerder geplande vakantie. Groetjes van Jan Schonkeren. En dat was de eerste man van de Zwart-Wit Kabelkrant. Wij bedanken u voor het luisteren. En luister hem terug op Uitzendingen Mist. En blijf de hele week luisteren ook naar WeertFM. Bedankt en tot ziens.